Iedereen zei dat hij geloofde in de overwinning. En wij ook allemaal. We waren gewoon aan het afwachten, een beetje op de counter aan het spelen. En het is goed uitgepakt. Ja, want dan komt dat moment net in het laatste kwartier van de wedstrijd. Nijmeegs kwartiertje zou je het bijna kunnen noemen. Omschrijf eens even hoe die goal tot stand komt. Ik hoorde net dat het hands was van Jordan, maar ik heb hem niet meegekregen. En Feyenoord krijgt de bal, hij dribbelt aan de rechterkant. Speelt mij in het midden, ik neem de bal aan en ik schiet. Ja. Is het zo simpel? Nee, dat niet, maar zo leg ik het even uit. Je maakt nu een gat van 8 punten met de nummer 16, de plaats waar je niet wil staan. Kun je al niet een klein beetje spreken van een tikje dat je uitdeelt? Want 8 punten voelt wel als een veilig en lekker gat al. Ja, maar ik denk dat is een groter gevaar. Als wij nu zeggen, 8 punten en nu een borreltje doen. We moeten echt proberen volgende week weer tegen directe concurrent. Deze wedstrijd moet je winnen, omdat de Eredivisie is toch een competitie. Dat is echt, de eerste 9 zijn goed, dat zijn toch vele bonuspunten. En de andere 9, ja, die moeten echt knokken om iedere punt. En daarom is het leuk nu, maar we moeten morgen volle bak. Die spelers die niet gespeeld hebben, moeten morgen bij Jong spelen. En die spelers, die anderen, moeten herstellen. En dan gaan we volle bak op Roda. Merk je zelf ook dat verschil in hoe er naar jou wordt gekeken? Ja, dat merk ik wel ook qua familie. In het begin was het natuurlijk ook voor mij wennen. Wel spanning, de eerste keer dat ik in de wedstrijd mocht spelen. Het publiek, allemaal spanning. Nu ben ik daar gewend. En nu kan ik gewoon mijn ding doen. En het pakt goed uit. En de ontwikkeling gaat goed. Daar ben ik alleen maar blij mee. Je zegt, ik merk het ook aan familie. Waar merk je dat dan aan? Benaderen ze je ook al anders? Is het de grote J-Roy van de familie God? Nee, dat niet. Maar ze zijn allemaal super trots. In het begin was ze nog een beetje, ook super trots. Maar was het mooi dat ik de kans heb gekregen. Ja, nu is het wat serieuzer, zeg maar. Ga je dat nu ook roepen bij de familie? Maar jullie hebben het nu wel tegen de medetopscorer van NEC. Even rustig aan. Nee, zo ben ik niet. Blijf gewoon rustig. Je moet alles voor deze club geven, omdat deze club echt verdiend heeft in de Eredivisie te blijven. En zo leef ik iedere dag. Dan neem er dan straks toch maar een borreltje op. Cola light.